In dat proces van Rio +20, hè, dus kijken hoe we naar een groene economie kunnen komen, zijn jongeren ontzettend belangrijk. Want die zijn de toekomst, die hebben ook nieuwe ideeën. Het is echt de eerste keer dat we meer dan 100 jongeren bij elkaar hebben, vanuit verschillende organisaties, die hun mening geven over hoe we die overgang naar een groene economie maken. Ik heb me vandaag aangemeld omdat ik hoop dat we in Nederland een duurzame economie kunnen vormgeven. Ik kwam dit tegen op Facebook eigenlijk. Ik zit wel een beetje in het netwerk van duurzame mensen en ben mijn scriptie aan het schrijven. En dan is het altijd leuk om geïnspireerd te blijven. Vandaag hebben we eigenlijk over het ondernemerschap, over waarom is het belangrijk om juist gewoon te gaan. Je doel klinkklaar te hebben en gewoon je eigen pad te gaan trekken. Deze dag is een succes als er een aantal hele concrete dingen worden genoemd. Wat moeten we veranderen? Wat zijn de geslaagde experimenten of de geslaagde ervaringen? En wat is de boodschap die wij als Nederland, en dus vandaag de jongeren van Nederland, mee willen geven aan Rio+20? Wat zijn jullie aan het doen? We zijn hele brandende vragen over groene economie aan het opschrijven en leiderschap daarin. Wat is jouw brandende vraag? Nou, hoe kunnen we mensen doen veranderen, zowel individueel als de samenleving? Als je leiderschap wil uitdragen, dan moet je zelf ook heel kritisch zijn naar jezelf. En dat vind ik best wel een brandende vraag eigenlijk. Ik hoor tot nu toe nog erg veel dingen waarvan ik denk, ja jongens, come on, dat had ik 10 jaar geleden ook. En jullie zijn 20, use your life, weet je. Bent u geïnspireerd geraakt door dingen die u gehoord hebt vandaag? Ja, ik heb met name in het panel, dat was het panel voor de pauze, goed geluisterd. En dat was een interessante discussie. Het was niet allemaal nieuw. Maar het was wel uiterst relevant en het sloeg ook aan. Dus ik ben ook geïnspireerd geraakt daardoor, door de inhoud. Ik ben ook geïnspireerd geraakt door inzet en passie die ik wel proef onder de jongere generatie die hier vandaag aanwezig is. Ik ben heel erg tevreden eigenlijk met de uitkomst vandaag. Het zijn een hele hoop inspirerende ideeën die er vandaag gepresenteerd zijn. Mensen zijn echt heel enthousiast geraakt volgens mij van elkaar, geïnspireerd. Het is gewoon geweldig wat ik nu heb. Ik heb gewoon nu een begin. Van mijn input wat ik mee ga nemen naar Rio. Ik wil graag dat iedereen meepraat en iedereen meedenkt. Want uiteindelijk gaat het niet om wat we zeggen, maar wat we doen. En dat moet uit het hart van iedereen komen.